prachtig affiche. Rusland tegen Saoedi-Arabië. Je kunt de wedstrijd hier live volgen vanuit het Luzhniki-stadion in Moskou. Welkom bij de eerste groepswedstrijd van deze ploegen, waarin het misschien niet heel erg verplicht is om te winnen. Maar ja, iedereen wil toch graag die drie puntjes hebben. Ja, de teams lijken er klaar voor na zo'n lange voorbereiding. En al die kwalificatiewedstrijden, vergeet het niet. We maken ons op voor de wedstrijd Rusland tegen Saoedi-Arabië. Rusland heeft niet zo'n goede track record met wereldkampioenschappen voetbal. De titel hebben ze nog nooit gewonnen. En bij het vorige WK in Brazilië kwamen ze niet eens door de groepsfase. Ja, en dat terwijl er toch heel wat goede spelers rondlopen. Ja, thuis spelen geeft altijd een boost. Het Luzhniki Stadium heeft al aardig wat sportieve hoogtepunten gekend, zoals Europese bekerfinales en de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen van 1980. Er is geen vaste bespeler van het stadion, al heeft Spartak Moskou er wel een tijdje gebruik van gemaakt. We krijgen vandaag een team dat ervan houdt om de tegenstander overal op het veld onder druk te zetten. Meestal met veel succes. Als je nou naar deze opstelling kijkt, denk je dan dat het ook zo zal gaan vandaag? Ja, ze spelen altijd zo even. Het is een tactiek die ze tot in de perfectie beheersen. Dus dat gaan we vandaag zeker ook terugzien. Dit is een ploeg die zich graag ingraaft rond het eigen 16 meter gebied. Als tegenstander moet je maar door die muur heen zien te komen. Kunnen we dat vandaag ook verwachten als je naar de opstelling kijkt? Dit is zoals ze altijd spelen, inzakken en proberen iets op de counter te doen. We zijn benieuwd wat deze grote wedstrijd zal gaan brengen. Ja, even, deze ploegen zijn tot veel in staat. Hopelijk gaat het een mooie wedstrijd opleveren. Al-Kaibari. Alan Zagouev. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Doet hij goed. Dit krijg je nou als er een verdediger staat te slapen. Dit had een geplaatst afstandsschot moeten zijn, maar de uitvoering laat zeer veel te wensen over. Ja, ik snap best dat je voor je kansen gaat als er ruimte ligt, maar dit is wel een hele erge afzwaaien. Alan Jaguar. Wie weet levert dit een kans op. Dat levert gevaar op zo'n schot. Daar is het openingsdoelpunt. Daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nee, en nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. Hoe krijgt die hem er toch in? Ja, mazzel even. Het was met zijn zwakke been. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Blijheid langs de lijn en dat is begrijpelijk, want ze pakken de leiding. Dat was het eerste doelpunt. Al-Kaibari. Bal weer terug.
Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. De bal wordt over de zijlijn getrapt. Het zekere voor het onzekere. Al-Kaibari. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Alan Jagour. Denis Cheryshev. Hij dribbelt met de bal richting het doel. Kans om te schieten. De bal komt. Samuel. Rusland kan een hoekschop gaan nemen. De bal wordt in de 16 gepompt. Het gevaar wordt afgeslagen. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Al-Mualad. Nog steeds aan het dribbelen. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Denis Cheryshev. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Voorzet richting de eerste paal. Volgens mij krijgt hij die bal verkeerd op het hoofd, want anders kan ik deze missen niet verklaren. Nee, die kopbal mist alle richting. Ja, terwijl het op zich een prima mogelijkheid is. Een riante voorsprong blijft uit en dat zorgt voor enige frustratie langs de kant. Al-Sawi. Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. En volgens mij heeft hij dat heel goed gezien. Ik denk het ook, Evert. Het is altijd lekker als er gewoon doorgespeeld wordt en dat er niet onnodig gefloten wordt. Neustetter. Hij wordt opgejaagd op eigen helft. Alan Jagour. Ze trekken zich helemaal terug en hopen dan toe te slaan in de omschakeling. Ja, hij gaat richting een schot. Een super redding hoor, voor de keeper. Zobnin. Alan Jagour. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. De bal is uit, ze mogen ingooien. Mislukte inworp, wegbalbezit. Hij krijgt daar weinig ruimte om op te bouwen op eigen helft. Alexander Samedov. Denis Cheryshev. In zo'n eerste groepswedstrijd lijkt de spanning nog niet zo hoog. Maar je moet eigenlijk meteen een topje erbij houden. Ja, dat is natuurlijk vooral een gevaar als je een op papier makkelijke tegenstander treft. Ja, dan kun je beter tegen een grote ploeg spelen. En meteen hard de beuk erin gooien. Mogelijk een goede kans hier. En het hele feest gaat niet door, want er is hens gezien. De verdediging staat ze in de weg. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Wie pakt die bal op? Dat was op het tippetje. Ibrahim Otman.
Uitstekend over de breedte geplaatst. Uitstekend geplaatst. Denis Cheryshev. Algeri. Daar liggen countermogelijkheden. Gaat dit hem worden? Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Het was een hele behoorlijke kans van die afstand. De bal wordt Al-Jalawi. Dat is een hoekschop. Weinig problemen voor de keeper daar. Ja, deze kopbal was een eitje voor de keeper. Die verschalk je daar echt niet mee. Denis Cheryshev. Komt niet verder. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Bal midden voor het doel. Dit had van die afstand gewoon een doelpunt moeten zijn. Hij faalt hopeloos. Ja, blijven oefenen en dan gaat hij er wel een keertje in. Daar is het balbezit. En nu? Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Al-Jalawi. Doelpunt! Ze maken dat dus al voor gedaan, want gaan hier allemaal nog beleven, man. Het kan op alle kanten op. Ik ben heel benieuwd of beide ploegen nu vol voor de overwinning zullen gaan. Het lijkt zo makkelijk van zo dichtbij, maar het gaat nog wel eens mis. Niet in dit geval. Nee, hij zit er lekker in. De verdediging lijkt te slapen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Roman Sobnin. Wie weet levert dit een kans op. Schiet! Geen goed schot, gaat ruim naast. We kijken naar een speler die zich vandaag bepaald niet van zijn beste kant laat zien. Nou, hij zit helemaal in de tank bij de verdedigers. Waardoor hij nauwelijks gevaar heeft kunnen stichten. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig winnen. Al-Muwallad. Wordt dit een doelpunt? De verdedigers weten even niet waar ze moeten zoeken. Dat levert gevaar op zo'n schot. De wedstrijd is weer in evenwicht. Het zou me niet verbazen als ze nu overheen gaan. Die speler is het er duidelijk niet mee eens. Maar hij stond daar nog echt buitenspel hoor. Dus het doelpunt gaat gewoon niet door. Hier is de herhaling, Juri. Ja, hier is goed te zien dat de grensrechter gelijk had. Het is maar goed dat de goal niet geteld werd. Denis Cheryshev. Alan Zagouev. Verdediging steekt er een stokje voor. Oh,
Alexander Samedov. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Algeri. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Dat is een vrije trap. En van deze afstand zullen ze denk ik wel op doel gaan schieten. Afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Denis Cheryshev. Alexander Samedov. Rusland gaat weer in de aanval. Die drijft de bal op. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Die pikt hem op. Algeri. Goeie paas weer. Een puike wedstrijd speelt hij deze man. De eerste wedstrijd in de groepsfase en we gaan zo met een gelijke stand aan de tweede helft beginnen. Nee, kijkende naar de eerste helft is het wel een terechte restant. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jury. Nou, hij heeft de gelijkmaker gescoord en dat zal hem vast het vertrouwen geven om door te gaan. En misschien zelfs zijn ploeg naar de overwinning te loodsen. Kijk, het is natuurlijk gewoon een geweldig goede speler. Wie weet levert dit... De tweede helft is begonnen in de eerste wedstrijd die beide teams op dit WK spelen. Ja, Evert, ik hoop echt dat ze op dezelfde voet verder gaan, want ik heb me best wel vermaakt in de eerste 45 minuten. Goed druk zetten, levert een inworp op. Roman Sobnin. Alan Zagoev. Denis Cheryshev. De scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Roman Sobnin. Rusland op weg naar het doel van de tegenpartij. Knalhardschot. Wat een geweldige redding van de keeper. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Al-Mualad. Bal voor het doel. Die bal is voor de keeper. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. De grensrechter vlacht. Het was zeker een doelpunt geworden als hij niet buitenspel stond. Roman Sobnin. Alan Zagoev. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Al-Mualad. Cruijff zou zeggen dat de verdediging zo lekker als een mandje is. Sulaiman Algeri. Fedor Smolov. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Algeri. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Al-Khaibari. Een fout, fijn paasje. Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Ze mogen een hoekschop nemen. Er komt een wissel aan.
De bal wordt in de 16 gepompt. Volgens mij krijgt hij die bal verkeerd op het hoofd, want anders kan ik deze missen niet verklaren. Nee, die kopbal mist alle richting. Ja, terwijl het op zich een prima mogelijkheid is. Denis Cheryshev. Peter Smolov. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Die paas dat onderschept. Alan Zagoev. Al-Kaibari. Met gevolgen geven. Hij is er doorheen. Kans om te schieten. Al-Kaibari. Scheidsrechter geeft voordeel. Ancheri. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Die is er vandoor. Hij is wel de goal. Dit is een grote kans hoor. Daar is de voorsprong. En kijk eens wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even op de streep trekken. Totale verrassing voor de tegenstander. Wat zij voor zouden komen. Ja, dat heb ik niet gedacht. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Teleurstelling langs de lijn. Natuurlijk is het maar één doelpunt verschil. Ja, je moet er nu in ieder geval twee maken om te winnen. Dat is nog een hele opgave. Roman Sobnin. Fedor Smolov. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Dat was een heel belangrijke tackle. Ancheri. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Alan Zagoev. Rusland gaat weer in de aanval. De verdediging steekt er een stokje voor. De tegenstander wordt zo onder druk gezet op eigen helft dat de bal naar niemands land wordt gespeeld. Uitstekend geplaatst. Al-Salabi. Dat levert gevaar op zo'n schot. Een super redding hoor voor de keeper. De coach zet een verse kracht in om het tempo hoog te houden en om de voorsprong veilig te stellen. Substitution for Russia from the off the pitch, number 20, Denis Cheryshev. Coming onto the pitch, number 18, Yuri Zirkov. De bal wordt voor het doel gebracht. Als hij deze kopkans terugziet, dan zal hij zich nog wel eens achter de oren krabben, Yuri. Ja, het is een beste kans hoor, maar slecht ingekopt. Deze kopbal mist alle richting. Yuri Shirkov. Fedor Smolov. Rusland op weg naar het doel van de tegenpartij. En nu doorgaan. Daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk. De achterhoede staat. Fedor Smolov. Goeie ingreep door de keeper. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog, buiten spel. Hij krijgt toch nog geel, Yuri. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft.
Daar zit de tegenstander tussen. De vlag gaat omhoog buitenspel. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan een reguliere speeltijd over. Algeri. Al-Mualat. Yuri Shirkov. Hij weet die paas onder scheppen. Nou, bal kwijt. We zien of de tegenstander er wat mee kan. Komt dat schot? Dat scheelt een prima poging in de jacht op de gelijkmaker. Ja, het mag voor mij soms best wel eens wat directer even dan al dat gebrei. Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Jury. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat publiek horen. Dat vonden zij ook. Maar toch moet hij plaats maken voor een teamgenoot. Al-Mualat. Al-Salawi. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Dat is een kans. Daar is de poging. Het schot. Het schot. Oh ja! En de invaller zet zijn stempel op deze wedstrijd. Hij moet een eigen klep of zo wegstoppen. Zodat er geen tegenstander meer bij kan komen. Nou, hij had ook wel wat meer hulp over krijgen van ZVD. Die bal zit er prima in. De keeper zat er nog aan bij dat schot. Dat was kansloos bij de rebound. Toen afgemaakt door de aanvaller, die moet opletten. De goal vanuit een andere hoek. Roman Sobnin. Nog maar 8 minuten te gaan. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De Russen mogen die bal gaan ingooien. Alan Jaguar. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Kansrijke situatie. Helemaal mis. Handig ingegrepen hoor. Dat had hij heel goed gezien. Met gevoel gegeven. Aangeraakt door een tegenspeler. Inworp dus. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehaald, Joeri. Nou, dat kun je wel zeggen, even. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Van zo'n voorzet ligt geen keeper wakker. Yuri Shirkov staat in de buitenspelval. Er gaat een speler vervangen worden. Sterk gespeeld hoor, de tegenstander komt er niet aan te pas. Alan Zagouev. Oh, dit kan een kans worden. Die gebruikt daar prima het lichaam om de bal bij zich te houden. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. 4 minuten extra tijd maar liefst. De
wedstrijd is bijna afgelopen, maar we krijgen nog een vrije trap. Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Die sliding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Langs de lijn zijn ze niet blij met die gele kaart. Ja, dat is begrijpelijk, want je kunt je weinig meer permitteren met een kaart op zak. Hij gebruikt daar prima zijn lichaam om de bal bij zich te houden. Alan Zagouev. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. Al-Mouwalat. Wat een doel met die bal. Makkie voor de keeper, deze matige voorzet. En daar is het laatste fluitsignaal. Nou, hij heeft geen slechte wedstrijd gespeeld, Jori. Wat vind jij? Ja, geweldig. Zijn doelpunt was natuurlijk ook erg belangrijk voor de overwinning vandaag.